school. Ja. Hallo iedereen en welkom bij triathlon.be. Ondertussen zijn we al ongeveer een week in Calpe, waar wij op bezoek zijn bij Vuelta Turistica. En een bezoek in Calpe kan natuurlijk niet zonder bezoek aan Sophie Boos. Goedemiddag Sophie. Goedemiddag. Voor ons is het nog maar een week hier in Calpe, maar voor jou is het al een stukje langer, eigenlijk langer dan voorzien. Hoe bevalt het jou hier in Calpe? Ja, goed hè. Inderdaad, zoals je zei, normaal hadden we voorzien om een half jaar in Calpe te verblijven. Maar ja, het is hier zo ideaal om te trainen en Jeff die heeft hier zijn bezigheid als fietsgids bij Vuelta Turistica. Dus ja, eigenlijk zit het weer heel goed en hebben we het verlengd met nog een jaartje. Dus we zitten hier op ons gemak. Je treft trouwens Jeff net in de achtergrond bezig. Eigenlijk aan zijn job hier. Een werkbeest. In Calpe, voilà, een echt werkbeest. Maar jij bent hier natuurlijk ook voor te werken. Je bent hier voor volop te trainen. Als we dan bezig zijn over trainen, kunnen we meteen overgaan naar wedstrijden. 2018. Wat moet 2018 brengen voor Sophie Boos? Ik ga het eerste helft van het seizoen vooral mijn focus op de halve afstand. Ik ga een viertal wedstrijden op halve afstand doen, zowel Challenge als Ironman. En mijn hoofddoel zal zijn 1 juli de Challenge Rood. Die heb ik nog nooit gedaan en die staat eigenlijk nog wel op mijn bucketlist. Dus voor ik stop met triathlon wil ik die zeker doen en ik ga die daarom zeker al dit jaar doen en heb ik die weer gedaan. Daar kijk ik wel naar uit. Dan hoogstwaarschijnlijk nog een tweede triathlon op de lange afstand, volledige in Kalmar, Ironman Kalmar. Die stond eigenlijk op mijn programma het jaar van het incident, dus ik heb het toen niet kunnen doen. Maar ik heb gehoord dat het een heel mooie is en ik denk dat dat wel een mooie uitdaging is dit jaar. Ironman Kalmar, houden we dan de deur open op een keer voor eventueel een kwalificatie? Of zeg je van, nee, ik heb het 5 keer gestart, dat is voor mij geen doel meer? Nee, Hawaii is voor mij geen doel. Ik zal vooral Challenger ook doen dit jaar. En die Ironman Kalmar is gewoon wat ik wil doen, dat is niet met het oog op Hawaii. Ik denk dat ik daar voor mij genoeg geweest ben en ik weet dat dat een heel belangrijke wedstrijd is, maar die ligt mij nu eenmaal niet en ik denk dat er nog heel wat andere mooie wedstrijden zijn die ik nog wil doen en dan focus ik mij liever daar. Dan kunnen wij niet meer aan jou veel succes toe wensen voor 2018. Geniet hier nog van jouw laatste maanden in Calpe. Ja, ze gaan rap voorbij zijn. Voilà. Maar vanaf België en natuurlijk van over de hele wereld supporteren wij allemaal voor Sophie Goos. Dank u.